De samenwerking is niet stopgezet met 6 spelers. En zijn 6 spelers geroepen geweest bij mij, waar ik mee gesproken heb en waar ik gezegd heb, voilà, ik denk dat voor jullie het beter is om een andere oplossing te zoeken voor volgend seizoen. Om jullie meer speelgelegenheid te geven, want ik vrees dat die bij ons niet zal bestaan. Maar als ze geen andere club vinden, dat is heel duidelijk. Wij zijn contractueel verantwoordelijk voor deze spelers. En dan zullen wij ook met onze contracten perfect vervullen met deze spelers. Dat is heel duidelijk. Iedereen maakt daar nu zo blijkbaar een wereldprobleem van. Dit gebeurt bij alle clubs. Ik wil me absoluut niet vergelijken met clubs zoals Anderlecht, Brugge, Standaard en noem maar op. Maar kijk eens wat daar op het lijstje staat van spelers die weg mogen. Zonder te spreken over weg moeten, want daar spreken wij niet over. Dus ik vraag me af waarom dat iedereen er zo'n eis van maakt. Wij kwamen nieuw in eerste nationale. We hebben spelers laten aansluiten. En we hebben altijd gedacht voor onszelf, kijk, eind augustus gaan we pas de evaluatie kunnen maken van wat is nu exact de waarde van die spelers? Wat zijn de toekomstmogelijkheden van die spelers? En die evaluatie hebben we gemaakt met een groep bij ons in de club. En we zijn tot de constatatie gekomen dat er voor bepaalde spelers een andere oplossing zou moeten gezocht worden. Je weet dat wij nog volop aan het zoek zijn. Dat is een oefening die al enkele weken duurt. Naarmate dat de tijd verstrijkt, worden de kandidaten die men ons voorstelt, die lijstje van het kandidaat wordt altijd maar groter en groter. Daar waar 6 weken geleden ik geen enkel telefoon krijg, krijg ik nu per dag de laatste dagen, om u een voorbeeld te geven gisteren, 7, 8 mogelijkheden van aanvallend talent of aanvallende kwaliteiten, want laat ons eerlijk zijn, daar gaat het hem toch over dat we nodig hebben. Wij hebben altijd gezegd, het zal tot einde augustus duren eer dat onze ploeg daar staat. Dat kon ook niet anders. Iemand die anders beweert, oké, dat is iemand die ofwel onmiddellijk de loto moet gaan invullen, want dan gaat hij onmiddellijk 6 goede kruisjes invullen. Ofwel is dat iemand die liegt, maar je kunt niet zomaar op 1, 2, 3 een ploeg maken als nieuweling in eerste nationale. Dus automatisch moesten wij naar nieuwe spelers op zoek gaan. We hebben dat dan gedaan, dan lachen ze ermee. 16e transfer, 17e transfer, 18e transfer. Oké, ik heb gezegd, laat ze maar lachen. We zullen kijken volgend jaar in maart waar dat we zullen staan. En ik heb het volste vertrouwen in dat we op dat moment ergens op een positie zullen staan waar dat diegenen die toen met ons gelachen hebben, dan op dat moment zullen moeten toegeven, ja oké, kijk, ze zijn er toch maar netjes weer in geslaagd, zoals ze de laatste jaren altijd geslaagd zijn in hun objectief.